Het is een bijzondere dag vandaag, omdat we de eerste zijn van een serie bijzondere voertuigen die worden afgeleverd aan de Belgische Defensie. U ziet ze hier al achter mij staan en u zult begrijpen dat ik buitengewoon trots ben dat ik deze stoere, indrukwekkende alleskunners aan u mag overdragen. Made in Europe, made in Belgium, maar natuurlijk ook made in Nederland en made in Tsjechië. En dit alles om onze militairen toe te laten ook de komende jaren hun taken uit te voeren met het beste materiaal.